Hallo mensen, ik ben Sergio en dit. Hallo mensen van Dutch Game Pro, leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video op Dutch Game Pro en we zijn vandaag hier met Sergio en mij. En je ziet al die rare bomen daarachter, dit is 1.7. Kijk maar. 1.7. Hierbovenin, rechts in de hoek, kan het niet zien met F3. Ah. Maar in ieder geval, we gaan een Minecraft 1.7 survival doen. Met ja, elkaar. Zeker. En we dachten van, het is nou 1.7, dus wordt het tijd om eens dit te gaan doen. Yep. En je ziet al die coole bomen daar, want dat zijn nieuwe bomen. Want er zijn er veel nieuwe dingen bij 1.7. Ik ben niet echt tevreden over sommige dingen. Ja, sommige dingen ook niet. Want ik vind bijvoorbeeld het gekleurde glas vind ik echt fucking lelijk. Ik denk dat er echt super lelijke bouwwerk van mensen daar vandaan gaan komen, zeg maar. Maar goed, what? No fans. Nee, ik ook niet echt. En ik vind het ook wel grappig dat je zo'n achievement zeg maar dan onderin krijgt. Yep. En ik zie het zelfs bij jou. Ja, ik ook. Bij jou. Zullen we samen deze bomen gewoon opmaken en dan hebben we wel even genoeg hout. Hé, hey, die boom daar, hè. Battery land. Een vriend van mij en dan dat neefje daarvan, die luisterde altijd, zoals we dan op die verjaardag van die vriend van mij waren, was dat kleine neefje er ook bij. En dan zet hij altijd daar iets zo. Hé, hey, die boom daar, die is vet relax. En dan zo echt zo van, dude, what the fuck. Echt, hè. Het is op zich wel stoer hout. Ja, op zich. Het is gewoon eigenlijk een kleine jungle tree. Zeg maar, qua hout, hoeveelheid. Mm-hmm. Ben benieuwd of je al meteen ook zo'n grote boom krijgt als je sapling. Ja, hè? Denk het wel. Wie doet die sapling was ook best wel dik. Het begint nou aan nacht te worden. Yep. Wacht, anders zet ik nog even één keer. Daar zet D. Zo. En dan doen we het niet meer. Maar we willen het gewoon legit spelen, gewoon vanilla. En gewoon dus niet met te veel cheats. En nee, gewoon geen cheats. We gaan alles gewoon eerlijk verdienen. En we gaan kijken wat we deze... dit Minecraft avontuur gaan beleven en wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, zeker. Hypotheek, nee. Misschien dat we ook nog wat normale bomen moeten hakken. Voor het huisje of zo. Als jij dan die normale bomen gaat hakken, dan... hier is er al een. Dan ga ik beginnen met wat steen. Ja, is goed. Nou, ik heb alles in hout omgezet. Natuurlijk altijd het begin, zoals altijd. Yay, achievement. Workbench maken en pickaxe maken en moet dan je steen verzamelen. Op T drukken en dan gewoon daarop. Wat? Cursor zeg maar. T? Huh? T drukken op de chat. Dan naar dat groene. Oh ja, ah, ja, grappig. Dit wel grappig. Hè? Even hier wat steen hakken. Maar ik denk dat we dan gewoon, want we hebben een redelijk goede span. We hebben gewoon... Ik startte zeg maar de server op en toen ineens ze van, what the fuck, waar zijn we nou? En toen is het best wel chillen spawn, vind ik zelf. Heb je al wat hout dan? Ik heb al wat hout. Oké. Okay. En nou, ik heb even cobblestone pickaxe. En nog cobblestone pickaxe. Voor jou. Zo. Nice, nice. Want ik vind die hout pickaxe is zinloos. Zo. En dan kom ik eventjes naar jou toe, want dan geef ik jou ook nog een X. Ja, is goed. Wacht, als het goed is, krijgen we hier eten van, toch? Ja. Oh. Mushrooms. Shroom. Zo. En nee, dan... niet heel veel, merk ik. Kan je mushrooms eten? Nee, ik bedoel mushroom stew. Mushroom stew krijg je echt veel van. Hier heb je de X achter je. Dank u. No problem. Alleen ik krijg heel weinig van. Met een mushroom stew niet. Nee, maar ik krijg weinig uit de mushroom. Oh ja. Vandaag hadden wij Engels proefwerk zeg maar. Toen
En toen zo'n jongen uit mijn klas, die wist gewoon niet meer wat een paddenstoel of een champignon was. Champignon. Mushroom. Mushroom. Hoef je een fucking houten pickaxe niet? Nee. Ligt daar op de grond. Ja, weet ik, mag je laten liggen. Zo, even twee zwaardjes. Maar wat ik altijd heb met Engels is gewoon dat ik niet. Ik kom nooit op het woord. Ja, maar ik heb altijd dat ik de teksten niet snap. Ja, maar Engels is gewoon een kutvak. Ja, het beter is gewoon de hele wereld Engels, want dan heb je er gewoon geen probleem mee. Waar ben jij? En dan kan je nog bekende woorden op YouTube. Waar ben jij? Oh, daar. Bij het neertje. Oké, ik gooi. Zo. Hallo. Zo. Volgens mij heb je nou alles, toch? Ik heb alleen geen home, maar die hoef ik ook niet. Nee, die hoef je ook niet. Ik wou net zeggen. Fuck do! We moeten wel een farmpje maken. Hosts are all OP. Mag ik niet. Maar ik heb pas volgende week een toetsweek. Ik wil echt gaan leren, want... Ja. Wat toets heb je dan? 3 per dag of zo. Holy shit. Nee, het kan wel zoiets. Die sheep. Auw. M'n oren. Rip headphone. Headphone. Rip headphone? Ja, rip headphone users. Wat? Oh. Haar in mijn bek. Ik weet ook niet hoe die laptop. Wah, jezus. Hoe die daar. Je vriendin bij je. Mijn vriendin. Nee, ik heb geen vriendin. Ja, mijn hond. Hoe is het nieuwe hondje trouwens? Nee, maar coole nieuwe hond. Ik zou er wel een foto in editen. Voor de mensen die het interesseren. Het is een keile lieve hond. Die nieuwe bloemen vind ik wel lachen. Op zich. Daar kan je wel met mooie bloemplekjes mee maken. Het is ook handig, want dan hoef je niet de hele tijd die dingen met elkaar te... Ja, dat is echt stom. Dit is echt chill, dat je nu gewoon bijvoorbeeld pink dye kan maken. Wat krijg je dan van die oxidie? Oh, light gray. Light gray. Ja, dat zegt je. Ja, waar ben je? Ik ben een beetje seeds aan het verzamelen. Oké. Okay. Voor de farm. Ik heb het farm. Dat vind ik wel genoeg. We gaan gewoon hier ons huis bouwen. Voor de mensen die het texture pack interesseren, het staat in de beschrijving. Bij alleen deze. Hij is nog wel 1.6.2. Nee, ja, maar de bloemetjes gaan gewoon nog mee. Dus dan lijkt het mij dat het gewoon 1.7.2 is. En je hebt ook gewoon alle namen erbij. Dus hij doet het wel gewoon voor 1.7. Dus ja. Nou, alleen. Ja, maar dat is altijd zo. Nee. De namen. Ik moet even de workbench halen. Want die waren we vergeten. En ik hoorde het echo bij jou. Raden. Yes? Ja. Sorry dat ik mijn microfoon even verder zet. Zo. Weet je nu nog? Ja, misschien dadelijk wel. Maar... Nou, ik had hier een mooie plaats vrijgemaakt. Voor onze crap. Voor onze crap. Eten ook. We maken gewoon een klein huisje. Zo. Even simpel. Dan laten we, gaan we wel gewoon dikke huis maken. Dikke mansion, yep. Villa daar, Wouter. In ieder geval. Wat ga je doen? Apen vermoorden, kunnen we bedden maken. Ik heb al bed, wol. Wil. Ik heb al bed, ja, ik heb 6. 9. Dus. Maar dat hout, dat is nog niet getextured hoor. Jawel. Bij jou niet dan? Nee, het nieuwe hout. Ja, dat is getextured. Volgens mij zelfs een John Smith. Is het zelfs getextured. Oh. Ja. Bij mij niet. Nee? Nee. Ah. Dan moet je misschien, hoe heet het? Video settings en dan server textures op off zetten. Dat niks. Huh? Oep. Het helpt niks. Oh, waar? Dat is niet daarvoor. Ik ga even kijken. Nou ja, boeien. Dan doe je op die fout spelen. Bij mij doet hij het gewoon.
Nou, ik speel wel zo, want... Ja. Nou, mij is gewoon poepbruin hout. Doe jij in die hoeken, zeg maar, ook wood? Ja, dit is wel gewoon bruin, dat snap ik. Maar dat is gewoon allemaal die vult. Die valt. Maakt er iets uit dan? Ja, goeie. Maakt niet zoveel uit. Wat moet ik doen? Hier in die hoeken gewoon hout of zo verdouwen. Ik heb dirt. Oh, hey, trouwens, Wouter, wat vind jij van dat racisme Zwarte Piet-achtig ding? Racisme Zwarte Piet, ik vind het eigenlijk pure bullshit. Maar ja, ik ga niet te veel over YouTube zetten van mijn mening, want ik vind dat elkaar weer allemaal haat en zo. Maar mijn mening is gewoon dat het gewoon bullshit is. En die negers die komen hier, of negers, de zwartere mensen, die komen gewoon in... Ja, zeg maar, in Nederland zijn ze te gast. En dan komen ze even fucken met Nederland van, ja, ik wil niet. En dan denk ik echt van, what the fuck. Ja, niet dat alle negers dat doen, hoor. Nee, alle zwarte mensen dat doen. Dat niet, maar ik vind het gewoon slecht dat ze dat eigenlijk doen. Ja. Maar in ieder geval, in deze serie gaan we even kijken... Wat over het nieuws hebben gezellig. Of gewoon een beetje gezellig houden. Ik ga hier wat steen verzamelen onder. Ik weet niet hoeveel hout jij hebt. Of ook goed. Normaal ook goed. Normaal 11, maar ik kan die muren aan doen. Ik doe het trouwens anders. Hè? Ik doe het zo. Is dat ook goed? Ja, boeien, maar niet zo uit. Zo. Hoop. Uit aan die dingen. Zo. We kunnen bijna gaan slapen omdat het bijna nacht is. Ik heb twee bedden al gemaakt. Zeg. Zo. Want er duikt nog een dak. Oh ja, ik heb de wol toen net denk ik getropt bij jou. Ik maak wel twee kistjes. Zo. Hop. Ho. Wat? Zie dat bed? Ja. What the fuck? Mensen van, wat? Is dat? Maar hier is dat niet. Wat? Nee, in ieder geval. Is gaan slapen. Ja, ik slaap mij in het Mongolische bed. Past goed bij. Nou, fuck ja. Ik sloop even de bedden, want dan staan ze tenminste niet meer. Waar ben jij? Oh, daar. Van de buiten. What the fuck. Oké, ik ga even wat zand verzamelen. Ja, is goed. Ik denk dat we die deur beter andersom kunnen doen. Dit ziet er nog wel derpy uit. Kun je eten? Ik heb één appel. Maar die kan ik al opeten. Oh, wacht. Anders maak jij een farm. Hier. Dank u. Hier was zand. Maak even een hol. Boe. Gewoon even hier. Wat heb je een steen? Ik heb steen. Nee. Ik even komen halen. Zo. Hallo. Gezondheid. Ja, nu pak je het weer op, dankjewel. Echt? Nee, maar dankjewel voor het... Ga het maar halen. Bitch. Het is wel grappig, want ze hebben nu zeg maar ook gravelplaatsen ingemaakt. Op zich heeft dat wel weer iets. Kut, ik maak een pickaxe. Ach, ook ooit weer handig zijn. Anders maak je een voortuin zo. Zo. Hey. En dan van die... Fences? Een boompje daar en een boompje daar. En hier. Oh, wat mooi. Moet ik hier de farm in doen? Ja, gewoon hier iets. Hij wacht nog wel hout hoor, maar ik heb geen hout meer, dus dat is het probleem. En een boompje hier en een boompje. Wacht. Boompjes hier, boompjes daar. Ik heb geen eten meer. Je moet wel vlot bij het water, want we hebben nog geen iron. Oh ja. True. Dan ga ik wel eventjes mijnen.
Mijn of gaan we eerst even de aflevering. Het is een afleveringetje sluiten, want het is. Je kan ook gewoon hier langs doen, hè? Hé, je kan hier ook gewoon. Ja, weet ik. Dat haalt er niet aan, dat is wat makkelijker. Dus deze maken we kapot. En dan zeggen wij. Tot de volgende keer. Like, abonneer en. Tot. Laat een leuke reactie achter. Yeah. Houdoe. En ciao. Later.